Als je een kantoor gaat inrichten, denk dan eens aan het plaatsen van een bartafel. In dit kantoor is gekozen voor een hoge bartafel die multifunctioneel inzetbaar is. En als je kantoor aan huis hebt, kun je natuurlijk ook zoiets gebruiken. Hier is ervoor gekozen om de stroomvoorziening in de vloer weg te werken. Dus je kunt heel gemakkelijk even met je laptop aanloggen om je collega's even iets te laten zien. En je hoeft de tafel maar leeg te ruimen. Of je hebt voor de vrijdagmiddagborrel een heel handige borreltafel. Omdat het toch een zakelijke omgeving betreft, is hier gekozen voor een snoeiharde bamboe. Dat betekent dus ook dat je er bijna met de schaar in kunt prikken. En dan ja, nog geen beschadigingen ziet. En is gekozen voor een combinatie met roestvrij staal. Dat geeft toch een heel strak uiterlijk. En deze tafel kun je op allerlei manieren stylen. En zo kun je hem wat minder strak maken als dat een keer nodig is. Dus ideale plek om staand te vergaderen. Dan duurt de vergadering ook wat korter. De vrijdagmiddagborrel. Even aan de laptop werken of even je rommeltjes kwijt kunnen.